Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de alles voor Bitcoin podcast, de reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Het is vandaag 12 augustus 2024. 15 Anno satoshi dus. Het is blokhoogte 856.493. 1 bitcoin staat 59.295 US dollar, oftewel 54.263 euro. En daarmee kan u om en bij de 11.074 Big Macs kopen. We gaan het vandaag eigenlijk een beetje ongeschript doen. Want ja, zo stil het gezaan, begint augustus halverwege te geraken. Het is lekker warm. Beetje te warm voor sommigen, uh, including myself, maar goed. Um, dat zal komen door al die bitcoins die heen en weer gaan en die uh, ons weer en ons klimaat tegelijk beïnvloeden, uh, volgens sommigen dan toch. In ieder geval is het zo dat er heel veel uh, spannende dingen zijn aan het gebeuren in de wereld, waar we ja, als bitcoiners toch ook niet helemaal stil bij kunnen blijven staan. En toch ook wel af en toe eens wat uh, denkwerk moeten verrichten over uh, waar wij staan met ons hard money, met ons gedecentraliseerde netwerk en vooral met onze community, maar ook in het algemeen uh, wat doe je met ja, echt hard money? En sommigen zeggen ja ik stack sets en dat is het dan prima. Uh, anderen zeggen, ja, ik laat het uh, lekker rollen, ik steun mijn community. En ja, als er iemand iets aanbiedt dat ik in Bitcoin kan betalen, ik zal het zeker niet laten. En anderen, ja, die zijn vooral bezig met bouwen. Die zijn uh, software aan het bouwen of uh, een community of wat dan ook. En dat is allemaal knap om te zien. Maar uh, wat ik ja, soms daartussen hoor, en dat is dan puur een, een persoonlijke mening, niet iedereen zal het daarmee eens zijn, is uh, ja, die, die slogan. Fix the money, fix the world. Ik heb zo'n T-shirt waar dat op staat van een lokale community, de Belgian Bitcoin Embassy. U waarschijnlijk allen bekend. En daar staat het ook op. Maar uh, ja, toen ik die T-shirt eerst kreeg, ik ben er trouwens nog steeds blij mee, want dat is een hele toffe T-shirt. Maar um, die slogan op zich sta ik daar nog wel achter. Ik persoonlijk eigenlijk niet meer. En... Ik zal u zeggen waarom. Het is natuurlijk zo dat wanneer je het geld fixt in de wereld, met name uh, bijvoorbeeld door Fiat ja, zichzelf verder te laten, uh, laten afbrokkelen door schuld- en oorlog-economie en door ja, alle nadelen die we ervan kennen. En je gaat tegelijkertijd uh, die Bitcoin-standaard die er zich aan het ontplooien is. Uh, zien verder ja, uitgebouwd worden in, in nazistaten die dat gaan adopteren, of gewoon ja, vooral de mensen zelf die dat gaan omarmen, want daar draagt het echt om, dan, um, dan ga je natuurlijk zien dat er uh, in theorie, want daar zijn we natuurlijk nog niet. Het geld op zich gefixt is, en dat wil zeggen dat we zouden kunnen ontsnappen aan dat eeuwige wat ik dan altijd het Fiat-hamsterwiel noem: waar je om de 20 à 60 jaar het geld moet veranderen om die ja, scam, om die oplichting, om die routine, wat u het ook wil noemen, te laten blijven draaien. Um, we hebben dat gezien met uh, de Belgische frank, die dan uh, na de oorlog de nieuwe Belgische frank werd en gedevalueerd werd. En uh, dan uh, ja, uh, langzaamaan kwam dan de EQ uh, om de achtergrond. Dat dan daarna de euro werd en dan de eurozone, het geld van de eurozone, dat we ook als particulier in handen kregen. En nu gaat men dat weer veranderen 20 jaar verder, bijna klokslag 20 jaar verder, gaat men dat weer stilletjes aan gaan veranderen naar de CBDC. De digitale euro in dit geval. Maar er zijn nog meerdere CBDC's. U kan daar veel over lezen. Ik uh, por iedereen elke keer aan om dat te doen. Want eens je daarover begint te lezen, dan zie je ook dat men eigenlijk je geld als zodanig aan het afschaffen is. Mensen zeggen wel eens: er is een war on cash en men wil het cash geld wegkrijgen. Uh, ja, dat is een deel van die oorlog. Maar uh, ja, het grootste deel gebeurt er eigenlijk over. Uh, men wil geld zelf, het, het vrij te besteden ruilmiddel met een consensus vanuit de bevolking, dat wil men gaan aanvallen en dat doet men ook. Dus die, die Fiat hamsterwiel hè, moest dat dus vervangen worden door een Bitcoin-standaard met alle voor- en nadelen, want er zijn uiteraard ook nadelen aan, maar uh, de enorme voordelen die we wereldwijd zouden hebben, is dat er effectief een standaard is die, waar iedereen eigenlijk als reservemunt kan op terugvallen. En waar men niet eindeloos kan bijverzinnen. Waar men dus uiteindelijk rekenschap, uh, rekenschap zal moeten geven. Dus wil u in een Bitcoin-standaard een oorlog opstarten. die 74 miljard dollar kost in de huidige termen. Ja, dan wordt dat wel moeilijk om dat op te halen in een Bitcoin-wereld. Want dan ja, moet je dat. Uh, Anders gaan berekenen. En ja, wie gaat er voor u tanks en raketten en zo verder leveren om een of ander politiek doel te gaan bekomen, terwijl de nazistaten op zich ja, eigenlijk aan het afbrokkelen zijn qua nut. Dus ik pik er hier nu maar één voorbeeldje uit. Je kan er nog honderd andere bedenken. Maar in zo'n Bitcoin-standaard, uh, daar zou dan zijn, ja, fix the money, fix the world. Dus die slogan staat daar eigenlijk voor. En dat begrijp ik ook. Dus op zich, als je die slogan daarvoor laat staan, dan kan je nog altijd zeggen, ja, we, we staan daarachter. En, en velen uh, doen dat ook, om die reden. Nu, ikzelf sta daar niet meer achter, om een andere reden. Het is ook zo dat je, um, wanneer je alleen het geld zou fixen. En er is een Bitcoin-standaard. Het wel heel moeilijk wordt om met de huidige mentaliteit van heel veel mensen... ...en met de kortzichtigheid die er soms heerst... ...en met alle nadelen die alle mensen wel hebben, ikzelf in Klaas... Um, ...om daar dan ja, blind voor te zijn. Het is niet omdat je perfect hard money hebt... ...dat dan ook nog eens zou aanvaard worden in onze ideale wereld, in heel de wereld. Dus een Bitcoin-standaard wereldwijd wordt ingevoerd... En plots zijn al onze problemen opgelost. Dat is niet zo, dat gaat niet zo zijn. Er zijn wel een heleboel problemen dan opgelost, daar ben ik wel rotsvast van overtuigd. Je moet niet bijvoorbeeld naar een bullshit-job gaan, uh, dag in dag uit waar je weet dat het uh, niet echt nuttig is, en waar je baas ook weet dat het niet echt nuttig is, en waar die zijn baas het ook weet, maar waar je toch maar doordoet, omdat je bij een grote conglomeratengroep hoort, die uh, ja, hun cijfers moeten uitspuwen tegen 5% per kwartaal uh, <laughs> meerwaarde. Dus... Maar evengoed in een overheid, waar je bijvoorbeeld ambtenaar bent in een of ander departement, waar je ook weet van ja, eigenlijk wat zitten wij hier nog te doen? Want dit heeft weinig zin buiten taxgeld opsoeperen. En die taxbetaler die denkt hetzelfde. Ik geef hier mijn geld uit, want ik moet wel. Uh, ik word gedwongen om dat stuk tax af te dragen. En ja, uh, wat gebeurt daar eigenlijk mee? Dus dat, dat is een heel complex gegeven. En ik ga ervan uit dat fix the money, fix the world een een deel van de slogan zou moeten zijn, uh, waar je eigenlijk zegt: van ja, fix the, the people. Fix your own world. En dan fix the money. Of doe het tegelijk. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is: je kan op verschillende fronten tegelijk Bitcoiner zijn. Dat hunkeren naar die Bitcoin-standaard, dat is allemaal heel tof. Um, in je community steunen om te zeggen: ah, kijk, ik ga ergens eten of ik ga uh, naar een festiviteit waar je met bitcoin kan betalen. Dan ga ik dat zeker doen. Dat is allemaal prima en dat kan alleen maar uh, ja, meer mensen aansporen. Om in te zien dat ze best bitcoin gebruiken en dat dat een use case is voor hen. En er zijn heel veel mensen die uh, bitcoin nodig hebben en bitcoin zullen en kunnen gebruiken. Uh, kijk maar naar wat er in bepaalde landen zoals Turkije nu gebeurt, waar je enorme inflatie hebt en waar men hun toevlucht zoekt uh, in bitcoin, omdat men eigenlijk niet meer anders kan. Omdat men zegt van ja, kijk, ik krijg hier mijn loon binnen, maar tegen het einde van de volgende maand uh, kan ik met dat loon eigenlijk niet meer kopen wat ik moet kopen voor mijn gezin, dus ik ga een deel of alles in Bitcoin steken, want ja, ik kan niet meer anders. En dat is natuurlijk um, en dat is ook weer een use case natuurlijk. Je kan natuurlijk niet fixen dat er structureel in je wereld heel wat fout zit. En dat zien we nu elke dag gebeuren. Je moet het nieuws voor diegenen die dat nog actief bekijken, in het mainstream-nieuws. Want bij Bitcoiners zitten er niet veel niet meer tussen die dat nog aankunnen. Maar je ziet de wereld dan een beetje anders. En als je dan toch eens het nieuws opzet, dan zie je daar toch wel uh, schrijnende zaken gebeuren. Waarbij je niet kan zeggen dat een Bitcoin-standaard dat zomaar zal oplossen. Ten dele wel, uiteraard. Ja. Uh, ja, een staat die zomaar met miljarden smijt naar nutteloze projecten. Een staat die subsidies geeft aan complete ja, mafketels of idioten of groeperingen die weinig nut hebben. Ja, dat zal dan wel allemaal een pak minder zijn. Dat zal wel meer met rekenschap te maken gaan hebben. Omdat je niet zomaar geld kan bijprinten en zeggen: ja, we gaan hier een groep mensen. Toneel laten spelen in een of andere governmentele organisatie. En met toneel spelen bedoel ik dus niet de kunst, maar het voor de gek houden van het publiek. Maar in een Bitcoin-standaard werkt dat dus anders. Nu, kortom, die Fix the Money, Fix the World. dat is een, een, een slogan waar denk ik mensen zich te blind achter zetten. In de Bitcoin-wereld, omdat dat niet het enige is waar we mee bezig moeten zijn, denk ik. Er zijn heel wat mensen die, um, bijvoorbeeld, zouden uh, enorme voordelen hebben bij het gebruik van Bitcoin, maar die er qua educatie niet toe komen. En uh, die fix the money, daar zit ook iets in van ja, kijk, wat ga je nu doen, concreet. Um, ga je iemand aanraden om een bitcoin wallet te installeren ga je iemand aanraden om bitcoin aan te kopen maar en dan dus die redenen daarachter um, zijn wel belangrijk maar ook <laughs> de, de, de mensen zelf you can't fix stupid uiteraard dus iemand die nu uh, laat ons zeggen niet echt heel intelligent is die um, ja, die gaat niet makkelijk bij bitcoin uitkomen en die gaan misschien ook wel nood hebben eraan. Het is misschien moeilijk om uit te drukken dat die. Um, fix the world. Je kan niet heel de wereld redden, maar je, dat is ook onze taak niet. Maar alleen maar zeggen van. Wanneer je het geld fixt en overschakelt naar een Bitcoin-standaard. Ja, dan volgt alles wel uh, vanzelf. Dan valt alles oh ja, in zijn plooi. Dat vind ik er uh, een beetje over. Nu. Ja, daar kan je natuurlijk uren over debatteren, want de, ik heb daar ook al andere zaken over gehoord. Van mensen die zeggen: ja, wel, eigenlijk is dat wel zo. Wanneer je aan die basiskant een bitcoin standaard zou hebben, ja, dan volgt alles vanzelf. En dan gaat er heel veel van die uh, consumerisme en verspilling en, en overbodige troep weg. Maar dan gaat er ook aan de governmentele kant meer rekenschap moeten gegeven worden, en zo verder, en zo verder. Wel. Nee, dat denk ik dus niet. Want eens dat die molen in gang komt, en dat kan misschien wel, dat gaat aan het rollen, dan gaan er heel veel mensen die nu van dat systeem afhangen, van dat fiat-systeem uh, profiteren of erop parasiteren, of zelfs niet eens beseffen dat ze daarop zitten, uh, die gaan opeens een schok meemaken. En die schok die gaat over een paar jaar tijd uh, uitgespreid worden, maar die schok komt wel. En daar gaat het blijven wringen. Die mensen... Die gaan niet zien dat die money gefixt wordt, dat er effectief een Bitcoin standaard komt die hen komt helpen. Er komt wel een redding, maar ja, dat is zoals in een oorlog. Een gebied wordt bevrijd, maar de mensen die al in dat gebied wonen, zijn de oorspronkelijke bevolking al niet meer. Of hebben nooit anders geweten. En dan denken die van, ja, wat, wat komen die hier doen met die andere kleurvlaggetjes? Dus je moet het zo een beetje zien. Het, het is niet omdat je een Bitcoin-standaard uitrolt met de oranje loper en dat we daar allemaal ons best voor doen om dat uh, gedaan te krijgen. Dat dat moest dat ooit uh, gaan rollen. Dat er daar een heleboel mensen zomaar gaan volgen. Want die gaan niet alleen weerstand hebben, maar die gaan het ook niet snappen. Die gaan niet begrijpen wat er gebeurt. Die gaan bijvoorbeeld niet begrijpen waarom hun ja, oude euro's of oude dollars uh, opeens eigenlijk ja niet alleen aan koopkracht hebben verloren, want dat hebben ze al altijd gedaan, maar nog sneller aan koopkracht gaan verliezen. Of waarom de bedrijven waar ze zo verknocht aan zijn, ja, opeens eigenlijk als sneeuw voor de zon beginnen weg te smelten, omdat die zich nooit hebben aangepast. Het is ook wel frappant, een bedrijf dat zich wel heeft aangepast, MicroStrategy van Michael Saylor, die outperformen de 499 andere bedrijven in de S&P 500. Dat is ondertussen bewezen uh, met charts. En die, uh, ja, sinds dat die eigenlijk hun uh, bitcoin, hebben, <laughs> oh, uh, bitcoin hebben genomen op de balance sheet, zo moet ik het uitdrukken, zijn die eigenlijk ja, al de rest aan het overklassen qua performance. En ja, dat zegt toch wel iets. En daar gaan nog bedrijven volgen. En dat gaat niet altijd koek en ei zijn. We kunnen ook voorspellen dat er daar wel eens een diep komt. Of dat er daar wel een of andere bump in de road komt. Maar uiteindelijk, ja, Bitcoin maalt voort en gaat niet wachten op de mensen die achterblijven. En vooral dus niet op bedrijven die achterblijven, uh, Belgische bedrijven en ja. Je, je moet de lijst met bel 20 bedrijven maar opentrekken. Of wat opzoeken over ja, bekende grotere Belgische bedrijven. Er zijn een paar uitzonderingen, maar de meeste ja, die, die bengelen toch achteraan. wanneer je dan over Bitcoin-adoptie gaat praten. Het is ondenkbaar, momenteel denk ik, dat er één groot Belgisch bedrijf, of laat ons zeggen een Bel-20 bedrijf, openlijk zou zeggen: ja, kijk, wij gaan een deel van ons. Uh, cashbudget, een deel van ons geld omzetten in bitcoin, om mee te zijn. Uh, dat is momenteel gewoon niet aan de orde. Dat is ook geen debat, zoals zo vaak wordt daar zelfs niet over nagedacht of hopelijk uh, dan toch uh, over gesproken. Misschien gebeurt dat wel achter uh, de schermen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, tot nog toe is er bij mij weten toch geen enkel artikel verschenen van een grote Belgische firma. Waar bijvoorbeeld de CEO zegt: van ja, ik ga Michael's Heller volgen en ik ga daar uh, een deel van onze balance sheet in Bitcoin omzetten. Ik denk dat dat nog wel even wachten uh, wordt. Maar goed, uh, we zullen zien. Misschien moeten we nog eens vijf of tien jaar wachten. En dan komen er wel uh, zo'n uh, zo artikeltjes of interviews naar voren. Waar ik het ook even over wil hebben, een heel ander onderwerp is hardware wallets. Ik heb daar online al een paar discussies over gehad de jongste weken en um, ik ben eigenlijk daar van mening aan het veranderen. In die zin, ik was altijd vroeger iemand die nogal snel een, uh, een hardware wallet aanraden aan mensen. Wanneer iemand met bitcoin bezig was en daar al eventjes mee bezig was, dan zei ik altijd van, ja, koop u een, ja, dan een van de merken. Het gaat hier niet over een merk, dus Um, een hardware wallet. Ik neem hier nu even als voorbeeld een Trezor. Maar er zijn er dus nog vele andere. Een coldcard, een, cold een, een bitbox, noem het maar op. Dus er zijn er wel wat. Um, maar stel je voor dat je aan iemand aanraadt. Goh, een, een mooi, zoals het dan in de autowereld gaat, een instapmodel. Um, ja, en, en koop je zoiets, want dat, 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 dat is veilig en dan heb je eigenlijk niet de hassle. Om uh, met private keys uh, ja, risico's te lopen en zo verder. Nu, um, mijn mening daarover is recentelijk veranderd. Nu, uh, een, een deel van mijn, de mening die daarover veranderd is, heeft ook te maken met dat ik al uh, iets langer in Bitcoin zit. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik heb um, in de laatste 15 jaar dat Bitcoin bestaat, um, als ik alles zou optellen. Wat ik heb uitgegeven aan ja, een bitcoin wallet in het algemeen, uh, hardware wallet en noem het maar op. Ik ben nogal een techie, dus ik, uh, ik, ik probeer graag dingen uit. Um, en ik word niet gesponsord, dus ik, uh, ik koop alles zelf. En dan, uh, ja, als je dat bedrag even bij elkaar gaat zwieren, dan is dat toch wel, uh, laat ons zeggen, niet prettig om te zien. Omdat je. Um, Bijvoorbeeld, de eerste modellen van bepaalde hardware wallets zag je passeren en je moest dat dan per se hebben als Bitcoiner. Um, ja, dus nu, dat heeft niet iedereen meegemaakt en dat uh, gaat ook niet iedereen zomaar doen. Dus dat is natuurlijk ja, zeer subjectief en zeer persoonlijk dat ik dat uh, opmerk. Maar dat speelt ook wel mee. Aan de andere kant zie ik, en dat is ook realiteit, dat mensen die vaak, laten we zeggen, een 1000 euro hebben bij elkaar gespaard en zeggen: kijk, in plaats van dat in een staatsbon of in de zoveelste aanrader van Paldoren te dumpen. En dat dan uh, ja, 14% per jaar te zien leegbloeien, ga ik eens iets anders proberen. En ik ga die die rare meneer, uh, volgen van die podcast. En ik ga um, misschien toch ook eens um, ja, luisteren naar wat hij te zeggen heeft over bitcoin. En misschien gaan ze dan daarna zelf tot de conclusie komen van... Ja, misschien moet ik dat wel eens aankopen. Nogmaals, dat is geen advies. Uh, er zijn heel veel mensen die over bitcoin bezig zijn. Um, maar goed, er zijn sommige mensen die dan zeggen... Wel, dat lijkt mij eigenlijk, als ik zo die, die, die grafieken zie, um, wel interessant. Nu, side note, uh, vorige augustus, krijg hier net een bericht binnen van iemand trouwens, um, vorige augustus is die Belgische staatsbon uitgegeven aan 2,81%. Uh, die mag je nu gaan uitkassen. dat is uh, rond 10 augustus vervallen. En uh, ja, die mensen die daar hebben op ingetekend, onder andere een uh, bepaalde Serge, uh, ja, proficiat met uw 2,81%, het is ook knap dat u dat uh, ja, hebt uitgeleend aan de Belgische staat. En uh, dat de Belgische staat dat ook van u heeft mogen lenen. Tegen een aardig percentje. Want uh, ja, dan is er toch weer geen uh, Amerikaanse grote firma uh, met uh, ja, die eer gaan lopen. Want ja, wie, wie wil uh, funds en bonds en zo doen, ja, die, uh, die kan altijd wel ergens terecht, ook in Amerika. Dus dat is uh, mooi Belgisch gebleven, allemaal. Dus dat is een voordeel ervan. Natuurlijk, wanneer je daar de chart naast legt van andere investeringen, want alles heeft natuurlijk zijn opportunity cost, dan zie je wel dat je daar de boot hier en daar hebt gemist. Um, de SP 500 heeft ondertussen een, een, ja, een aardige sprong voorwaarts gemaakt. Maar natuurlijk, bitcoin is rond de 90% gestegen tegenover vorige augustus. Dus, uh, give or take a few percentages uh, natuurlijk. Ik doe het hier even uit mijn hoofd. Maar die, um, uh, die, die gemiste opportuniteit komt ook meestal door. Uh, ja, ofwel onwetendheid of een gebrek aan durf of wat dan ook. Nu, ja, je kan je eigen durf ook uitrekenen in procenten Wanneer je zegt, kijk, ik heb hier een x-bedrag, laat ons zeggen 100, whatever, um, en ik ga daar niet alle 100% in de staatsbond van steken, maar ik ga er bijvoorbeeld 80 in steken, want ik wil wel zeker zijn van mijn 2 of whatever percent, en die andere 20% steek ik in iets meer risicovol. En dat moet niet per se bitcoin zijn. Er zijn nog uh, leuke dingen waar u dat in kan stoppen. Uh, aandelen van een, uh, een bekende Amerikaanse firma die, uh, die elektrische auto's maakt, of uh, en waar heel veel kranten graag uh, de CEO van besmeuren en uh, leugenachtig maken. Maar uh, je kan ook andere dingen bedenken. Dus uh, je, je kan wel zelf zien van ja, wat zijn er iets meer risicovoller. Uh, uh, investeringen om eventueel uh, aan te kopen. Maar dan moet je natuurlijk zelf bekijken wat je risicoprofiel is. En ja, daar ontbreekt het soms aan, omdat mensen dan zeggen: Ja, kijk, uh. maar goed, even een sidetrack, dus naar die staatsbond, terug naar onze hardware wallets. Die, uh, die mensen zeggen dus: van... Kijk, ik heb bijvoorbeeld 1000 euro en ik ga die toch eens in Bitcoin stoppen. En ze gaan Bitcoin kopen, eender hoe. Hè? Er zijn verschillende methodes voor, daar gaat het nu niet over. En dan gaan ze die natuurlijk ergens moeten bewaren. Nu, ja, een van onze andere mantras is natuurlijk altijd... ...not your keys, not your coins. Dus het eerste dat zulke mensen ingeprent krijgen is... ...zorg dat je zelf je keys hebt. En dat is natuurlijk ja, iets dat als een paal boven water staat. Dat moet je, hè, je, moet, je moet zelf je eigen funds beheren. Uh, dat je bitcoin niet zomaar op een exchange staat... ...en als die exchange morgen plat gaat of niet meer bereikbaar is of wat dan ook... Ja, dan hang je eraan. Dus, en wat gaan ze dan doen meestal? Dan zeggen ze, ja, ik, ik moet een wallet hebben. En er zijn natuurlijk heel veel keuzes daarin. Uh, je hebt een heleboel Lightning wallets. Je hebt Lightning en on-chain wallets. En je hebt natuurlijk ook een hele scala aan hardware wallets. En wat ik dan zie, is dat zelfs mensen die voor... Ja, zelfs het laagste dat ik heb gezien... ...was iemand die voor 300, 400 euro bitcoin wilde kopen... ...en al direct um, ja, naar een hardware wallet was aan het zien. Nu, ja... Je kan niet zeggen, doe dat niet. Want het is natuurlijk veiliger dan het ergens op een papiertje krabbelen, dat je dan verloren legt. En, en daar staan dan 12 of 24 woorden op. En tja, of um, op een of andere wallet, waar we de naam nooit niet van kennen, zelfs. Want sommige nieuwe mensen. Ik weet niet hoe die aan bepaalde software wallets geraken. Maar dat zijn dan dingen waar ik nog nooit van mijn leven van heb gehoord. En ja, dat vind ik dan een beetje dodgy. Terwijl dat er wel ja, reputabele namen zijn in de space om dat veilig mee te doen. Die dan wel open source zijn en wel uh, oké. Okay. Maar um, ja, goed, uh, die mensen installeren dan iets en dan doen ze maar. Maar ja, je kan moeilijk zeggen: oei, jij hebt een reclame gezien voor een hardware wallet. Koop dat maar niet. Want. Ja, het is wel veilig natuurlijk. Het is wel een manier om je keys zelf in handen te hebben, zelf te bewaren. En het is ook leuk, je hebt iets tastbaar in handen. Je hebt uh, bijvoorbeeld, om nu weer eens dat voorbeeld van zo'n Trezor aan te halen, je hebt wel iets fysiek in handen waarmee dat je redelijk makkelijk uh, Bitcoin uh, ja, kan gaan bewaren en behandelen en ja, uh, uitgeven en ontvangen. Nu, geen reclame voor Trezor, want oh, om heel eerlijk te zijn. Uh, ze vertonen allemaal wel mankementen voor- en nadelen. Dus uh, ik pik er hier nu zomaar één uit. Uh, maar ja, ik vind hun software zelf nu, sinds de laatste upgrade, nu ook weer. Uh, ja. <laughs> niet de top of the bill, maar goed, ik moet iets zeggen natuurlijk om het niet te algemeen te houden. Een heel concreet voorbeeld is dus iemand die zo'n ding gaat kopen en zeggen van kijk, mijn bitcoin aankoop staat hier veilig, ik heb mijn eigen keys en ik kan daar iets mee doen. Nu, dan heb je zo'n zo'n kastje dus liggen en dan ga je bedenken van ja, maar eigenlijk was het het waard om, laten ons zeggen een 150 euro plus verzendingskosten. Je bent al gauw, laat ons zeggen, 130 tot 250 euro kwijt afhankelijk van wat je aankoopt. Um, dan denk ik van eigenlijk had je dat beter ook in bitcoin gestopt. Tot je um, ja, laat ons zeggen, ver genoeg bent om te zeggen. Well, kijk, ik moet het nu wel op een andere manier gaan uh, stockeren. Nu, dat is, de, dat is een heel persoonlijk debat, want voor de ene persoon. Um, als je heel veel zaken doet met uh, bitcoin, dan is het soms handiger om dat uh, op een hardware wallet te hebben. Voor anderen weer net niet. Dus dat, dat is heel persoonlijk ook. Maar ik wil toch even een kanttekening erbij plaatsen, omdat ik eigenlijk zie van... Als er nieuwe mensen in deze space komen, dan krijgen ze eigenlijk drie dingen meteen opgesolverd. Het eerste is, ja, shitcoins. Uh, daar hebben we het al vaak over gehad, maar dat is ongeveer het eerste. Van zodra dat iemand naar Bitcoin begint te zoeken of Bitcoin uh, koopt, of dat bekend maakt aan vrienden en familie, van, oh ja, ik heb eens uh, voor X bedrag Bitcoin gekocht, dan komt er altijd wel een of andere, ja, zat een onkel of uh, uh, Gerard van het Frituur. En die komt dan even zeggen, ja, maar ik weet iets veel beter, dat veel meer winst maakt, weet die in Bitcoins, dat is allemaal niet goed, hè? dat is te traag en dat, nee, ik weet iets veel beter. En dan komt er natuurlijk de naam van de shitcoin, die ook weer aangeraden is op een of ander forum of door een of andere Lusha YouTuber. En dan gaan ze op die trein stappen. Pun intended. Um, en. Ik ken zo'n mensen. Dus ik ken letterlijk mensen die uh, in zulke projecten, zullen we het maar zeggen, zijn gestapt. Die daar veel centjes hebben ingestoken en die natuurlijk allemaal kwijt zijn. En dan zeggen ze: en dat is dan altijd het straffen. Ja, maar uh, die een bitcoin en zo, ik blijf daar vanaf, want ik ben er al x bedrag mee kwijtgeraakt. Nee, je bent dat kwijtgeraakt aan iemand die u heeft opgelicht met een shitcoin. Of een nep-project of iets dat niet bestond. En daar kan je me alles voor hebben. Dat hebben we al in ten, tot in een treuren toe herhaald, maar dat moeten we blijven herhalen. Dus dat is het eerste dat je tegenkomt, shitcoins. Het tweede dat ze meestal tegenkomen, is eigenlijk een exchange die zich komt opdringen. Uh, qua reclame bedoel ik dan. Dus, uh, je bent een noob, en het eerste dat je tegenkomt zijn shitcoins, het tweede dat je tegenkomt zijn exchanges die om je aandacht komen bedelen. Uh, om natuurlijk een percentje te kunnen meepikken van je aan en verkopen, maar vooral om je meestal erin te luizen of in mee te trekken om leverage te gaan traden. Of te doen alsof je uh, jezelf een trader kan wanen, uh, wat uh, voor heel, heel, heel weinig mensen weggelegd is. Maar goed, en dan het derde dat je tegenkomt is inderdaad de reclame voor een hardware wallet. En ja, dat is natuurlijk het minste van de drie qua uh, bozaardigheid. Ik heb veel liever dat iemand een, uh, een hardware wallet wat te vroeg aankoopt dan dat ze in een shitcoin stappen natuurlijk. Maar aan de andere kant is het toch ook wel soms jammer om te zien dat iemand die, laat ons zeggen, voor 400 euro bitcoin wil kopen, uh, daar ook nog eens een, uh, ja, een hardware wallet bij koopt van 200 euro. Plus verzending, plus een hoesje, plus whatever. En dan denk ik: van ja, is dat nu echt de weg dat we op moeten gaan? Nu, ja, ik heb daar met een aantal mensen over gepraat, en zeggen ze: ja, maar zo'n mensen die gaan dat meestal niet kopen. Tja, dat is niet waar. Ik ken er zelf die dat wel hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk een fabeltje. Er zijn wel degelijk mensen die voor relatief lage bedragen, uh, percentueel gezien, een te dure hardware wallet gaan kopen, die veel beter af zouden zijn met bijvoorbeeld. Ja, zelf leren uw seedphrases te genereren. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd, dat, uh, dat geef ik grief toe. Maar ja, dobbelstenen heeft wel iedereen in huis. En als je dat niet hebt, is dat snel en goedkoop gekocht. Dat is ook nog leuk om in huis te hebben. Dan kan je ook uh, ja, spelletjes meespelen. En ja, er zijn manieren genoeg, diceware noemt dat, om dus effectief je eigen seedphrase op een superveilige manier te genereren. En er komt nog een ander. Uh, een handigheidje bij eigenlijk, dat de meeste van die hardware daar weet je eigenlijk niet echt van. Er zijn uitzonderingen, oké, okay, maar de, de meeste hardware die wordt verkocht voor uh, Bitcoin Wallets, daar weet je niet echt, echt, echt van. Wat zit er nu in qua entropie? Voor de mensen die dat niet kennen: dat is eigenlijk hoe willekeurig de seedphrases, dus uw codes, uw sleutels, worden gegenereerd. En dat wordt. In een hardware wallet, natuurlijk gegenereerd door de techniek die erin zit. Chips. Dus op een klein printplaatje zit er een chip. En een dedicated chip gaat eigenlijk zeggen... Ik ga hier random um, ja, die bits en bytes, zal ik dat maar zeggen, genereren. Nu, wat is er zuiverder dan dat echt random te doen? Met bijvoorbeeld dobbelstenen. Of met ja, muntjes opgooien. Wat u ook wilt doen. Ik heb zelfs al iemand gezien die... Een plastic cover over zijn keyboard legde en daar entropie werd, uh, uh, ging laten genereren door de regen buiten. En dat dan met een koord ging, dat is wel heel vergaand. Maar je kan dus wel een aantal zaken bedenken om heel random input te krijgen. Um, dus ik zou zeggen, ja, uh, laat desnoods uw kat even op uw laptop slapen en je hebt ook entropie. Uh, ik trek het nu een beetje op flessen natuurlijk, maar het komt erop neer dat je niet altijd een hardware wallet nodig hebt om op een zeer veilige in zeer random manier je seedphrase te gaan genereren. In die checksum uh, genereren, daar zijn ook guides genoeg voor. Dat is echt niet zo moeilijk. Um, wanneer je dat toch echt niet weet, maar dat wel zelf wilt doen, zijn er daar honderden in mensen die je dat willen uitleggen hoe dat veilig en goed kan op een veilige computer. Maar um, zomaar een hardware wallet kopen blind, omdat je denkt van oh dit ziet er wel goed uit in een campagne. Um, ja, Ik begin daar niet een probleem mee te krijgen, maar ik begin mij er een beetje vragen bij te stellen. Ook omdat die markt heel, uh, laten we zeggen, verzadigd is aan het worden. Wanneer dat je bijvoorbeeld op een Bitcoin-conferentie komt, ja, staan er daar wel een aantal van die uh, verkopers, uh, allemaal ja, hun hardware wallet aan te prijzen en aan te bieden. En dan denk ik van ja, wie van de Bitcoiners die hier rondlopen, want op een conferentie komt natuurlijk niet. Uh, iemand die, ja, het kan wel, maar het merendeel zijn niet mensen die er één dag in zitten. Um, ja, die hebben al allemaal een hardware wallet, vermoed ik, en waarschijnlijk meerdere. Um, en ja, ik durf dat gerust te zeggen. Ik denk niet dat ik uh, mensen ken die al langer in Bitcoin zitten die minder dan drie hardware wallets hebben. Omdat wij dat natuurlijk fun vinden om te hebben en daarmee te spelen en noem het maar op. Maar aan de andere kant. Uh, ja, heeft iemand die nieuw erin komt dat echt, echt nodig? Meestal niet, denk ik. En ik durf zelfs zeggen dat je um, zo'n duur apparaat goed moet gaan kiezen, afhankelijk van wat jij ermee doet. En als dat echt van buy and hold is, van kijk, ik koop bitcoin aan en ik ga het eigenlijk niet aanraken, ik zet dat hier weg, ik ben een hodler en ik ga dat vier, vijf of plus jaren bijhouden, heb je dan een hardware wallet nodig? Ik denk van niet. Um, omdat je dan ook geconfronteerd wordt, uh, een ander merk, bijvoorbeeld Coldcard... die ja, eigenlijk openlijk zeggen van ja, wij gaan ervan uit dat je om de twee à ja, drie jaar wel je apparaat moet vervangen. Niet omdat het versleten is of dat het stuk gaat, maar gewoon ja, security-wise moet je dat maar uitgeven om om de twee jaar dat te vervangen. En dat doen ze ook. Ze brengen ja, ongeveer om de twee jaar weer een andere versie uit. En die zijn altijd meer fancy en nog grotere schermen en nog meer gedoe erin. Um, en dat is tof, hè? daar niet van. Um, he, met die laatste versies kon je dan paper wallets gaan genereren en uh, uh, dobbelsteenworpen ingeven en noem het maar op. Dus dat is allemaal heel tof. Maar in andere wallets zitten dan weer cameraatjes en, uh, om, om uh, uh, transacties te gaan scannen en seedphrases te gaan scannen en noem het maar op. Uh, in andere zitten er dan weer bluetooth en wifi dus er is heel veel variatie in, en dan denk ik van ja, maar het blijft allemaal software en techniek. En wie weet, gebeurt er iets zoals met Dark Skippy? Dat is een software uh, waar je eigenlijk een geïnfecteerde versie van een seed signer, dat is een, een apparaat, dat eigenlijk, laten we zeggen, een hardware wallet is, maar ook een signing device is om de. de ...de seedphrase als signing te gebruiken als handtekening. En wanneer je daar uh, toevallig een slechte firmware... ...dus de, de, de software die het apparaat eigenlijk aanstuurt... ...zou hebben gedownload en geïnstalleerd... Dan kan men op een manier, ik ga dat nu niet helemaal technisch uit de doeken doen, want dan gaan de mensen hun oren fluiten, maar, maar het, het komt erop neer dat je eigenlijk dan uh, je seedphrase, dus eigenlijk je sleutels, kan gaan lekken door bijvoorbeeld twee of meer transacties te doen. Men verbergt daar codes in, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar zo gaat dat. Natuurlijk, het begint al met geïnfecteerd te zijn aan het apparaat zelf. Dus je koopt bijvoorbeeld ergens dat apparaat dat al. Uh, opgezet is voor jou, je hebt dat dus niet zelf gedaan, en je hebt ook niet zelf de firmware gecontroleerd, dan kan het in een enorm klein ge geval, natuurlijk, in een kleine kans dat dat gebeurt, maar in een enorm klein percentage van de gevallen kan het dan zijn dat je er aanhangt en dat je dus effectief je uh, seed phrases gaat exposen. Nu ja, daar zijn bij mijn weten nog geen mensen die dat actief hebben meegemaakt als aanval. Het is eerder gedemonstreerd als een, uh, ja, een technologisch kunnen, van dat ze dat konden doen. Maar, dan ga je verder denken van, wanneer dat jij merk X, Y, Z, en ik ga er nu mee opzet geen noemen, uh, en je doet die hardware wallet uh, voor de eerste keer, ga je die uh, ergens aankoppelen bijvoorbeeld, of je gaat haar via een SD-kaartje... Uh, ja, de laatste versie opzetten, want hè, het is altijd mooi om geupdated te blijven met eender welk apparaat, omdat je natuurlijk ja, de laatste security features wilt en eventuele bugs die gefixt zijn enzovoort. verder. Dus je gaat, als je dat hebt aangekocht, eerst een update doen om naar de laatste nieuwe versie te gaan. En misschien ja, heb je pech en is daar net een, uh, een versie geladen die niet helemaal... Nu, ik ben een beetje aan het... Uh, aan het uh, moet ik het zeggen? Angst aan het creëren waar er geen is, want tot nu toe is daar... Ja, zo goed als geen voorval van. Dus dit is geen probleem voor alle duidelijkheid. Dit is een theoretisch probleem. Maar, en dan blijf ik bij mijn, mijn eerste stelling, heb je echt een hardware wallet nodig wanneer dat je het gewoon op papier kan zetten. En ja, tot spijt dat wie het benijdt, 24 woorden op een papiertje, die kunnen technologisch gezien niet gehakt worden natuurlijk. Die kunnen technologisch niet geïnfecteerd worden door malware of foute firmware of wat dan ook. Daar kan wel van alles anders mee gebeuren. Uh, een hond kan het opeten, je kan het verloren leggen, noem het maar op. Maar daar zijn andere technieken voor om dat ook weer veilig te stellen. Maar los daarvan, als je puur technologisch kijkt, en dan wik ik mijn woorden heel goed: puur op technologisch gebied is soms de meest eenvoudige oplossing een hele goede. Daarom niet de beste, maar een hele goede. Wanneer je met een potlood op een papier iets hebt geschreven. en je stopt dat in een enveloppe. dan kan dat, als er niets heel abnormaals gebeurt. de tand destijds echt wel doorstaan. Nu, daar gaan mensen mee lachen. die natuurlijk zeggen. ja, maar ik bijtel dat allemaal in ijzeren plaatjes. en ik verberg dat drie meter onder de grond. in een bunker. en ja, we weten het, het kan altijd nog veiliger. Dus er zijn ook mensen die dingen gaan verstoppen. ergens in uh, Zwitserland in een bunker. om het daar veilig te zetten. I know. Het gaat hier over Jan met de Pet, die bijvoorbeeld voor 1000 euro bitcoin wil kopen. En die dan geconfronteerd wordt met ja, exchanges die hen proberen af te rippen. Um, shitcoiners die hen proberen erin te lazen met allerlei belachelijke projecten. En ja, eigenlijk begint daar zo wat een lawine te komen aan hardware wallets die hun ding willen sluiten. Waar het niet altijd nodig is. Toch even een kanttekening bij plaatsen. Iedereen maakt daar natuurlijk zelf een persoonlijke keuze. Als het voor jou uh, een enorme voldoening geeft. en een zekere rust geeft. om je bitcoin uh, te hebben weggezet op een uh, hardware wallet. Waar dus eigenlijk die key is. Want dat is hetgeen dat je bewaart. Bitcoin staat op de blockchain, niet in dat apparaatje. Uh, wanneer jouw keys op die manier voor jou veilig zitten. en dat geeft je gemoedsrust. ja, dan is het misschien die 200 of whatever euro wel waard. Dus dat is voor iedereen weer anders. Ik wil daar alleen wat een kanttekening bij plaatsen, omdat ik zie van ja, er wordt wel heel veel reclame gemaakt uh, voor uh, ja, bepaalde wallets en bepaalde hardware devices, en ik vind het er soms een beetje ja, uh, ja naar de storende kant op gaan. <laughs> maar goed, uh, ik ben hier ook om te informeren over dat soort zaken, en ja, dat lag even op mijn lever. Ik wou dat toch even uh, schetsen. Nu, ja, er zijn nog een heleboel andere problemen die daar eventueel lossen, maar dat is zo'n zo beetje ja, de, de hoofdmoot van wat ik daarover wilde zeggen. Ik heb er ook een blogpost over gedaan waar ik iets meer gedetailleerd ga over de, uh, de redenen waarom ik uh, wat vragen begin te stellen rond al die hardware wallets. Um, daar zit ook een stuk veiligheid bij. Ik denk dat dat in de toekomst wel een probleem kan worden wanneer er bijvoorbeeld een of andere fabrikant. Uh, zou, want daar zijn ook weer geen bewijzen van, maar zou gecompromitteerd zijn op een manier, dan kan dat wel enorme problemen uh, veroorzaken. Wat je dus ook weer niet hebt met um, ja, een seed phrase gaan bewaren op een traditionele manier, zullen we het dan maar zeggen. Los daarvan wil ik ook nog even een klein zijsprongetje maken naar de community in het algemeen. Um, ik denk dat we een andere slogan... Ik ben over slogans aan het nadenken de laatste tijd. En uh, die slogan: Bitcoin is for everyone, dus Bitcoin is er voor iedereen. Ik denk dat we die wat meer moeten gaan najagen. Uh, want ja, er zijn toch wel een heleboel mensen die nog steeds in de kou blijven staan wanneer het aankomt op Bitcoin. En wanneer we dan in onze community zitten. Uh, te praten, ja, dat, dat is natuurlijk binnen onze Bitcoin-bubbel. Dus ja, je praat dan tegen iemand die al overtuigd is van Bitcoin en daarover bezig is en noem het maar op. Um, maar bijvoorbeeld iemand die in de horeca werkt, of uh, sekswerkers, of uh, mensen die op een andere manier oh, qua dissidenten of wat dan ook bitcoin nodig hebben, ja, die weten, dat zelfs, uh, die weten dat zelf wel, bedoel ik. Maar daar gaan wij weinig naartoe, echt. En misschien moeten we daar wat veranderingen brengen, en daar roep ik ook weer de community op. Misschien moet er daar eens over nagedacht worden. Wanneer je echt meent dat bitcoin er voor iedereen is, wel... Um, dan zijn er toch nog heel wat subculturen en subcategorieën van publiek die uh, misschien wat educatie of gewoon een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Um, ik sprak laatst met iemand, en dat was op de Antwerp Pride, en uh, ik stond daar met een hoop uh, mensen dat ik ken, en ja, ik wilde dat daar wel eens gaan afzien. Het is in Antwerpen, dus ja, waarom niet? En um, ja, er was eigenlijk iemand over bezig, hoe het er sprake kwam, doet het er niet toe, uh, doet er niet toe. Uh, maar uh, die persoon zei me dus van, ja, eigenlijk, ik ken niks van bitcoin, maar ik weet alleen dat dat voor dikke kapitalisten is en dat dat heel lousch is. En dan denk ik van, uh, niet iedereen denkt zo trouwens, maar dat is wel hetgeen dat ongefilterd daar dan uh, binnenkomt in een bepaald subsegment uh, van, ja... Doelpublieken heb je overal. Uh, ga naar zeg maar niet, een, een concert of ga naar een braderij of ga naar een sportevenement. Je hebt overal subculturen en groepen mensen die hun eigen community hebben. En wanneer dat je daar eigenlijk bekend staat als iets dat niet relevant is voor hen of zelfs als negatief wordt ervaren, ja, dan kan het misschien nuttig zijn om dat even ja, om te keren. Wanneer ik dan twee, drie minuten verder was dan was het wel duidelijk van, ah, maar dat wist ik niet, en dat wist ik niet, en ja. Dus je, je kan wel mensen informeren, en ik heb ook het gevoel dat dat kan, maar het is natuurlijk niet altijd evident. En um, we zien dat hier, uh, ja, in onze steden, in Vlaanderen ook, er zijn niet veel uh, horecazaken die bijvoorbeeld bitcoin openlijk aanvaarden. En daar komt ook zeer, 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 zeer moeizaam verandering in. Uh, zelfs wanneer je ja, meerdere keren op mensen probeert ja, in te praten, nu niet, maar toch te informeren en af en toe eens te horen: uh, ja, heb je nog hulp nodig of wat dan ook? Zelfs daar uh, merk je dat het uh, heel, heel moeizaam gaat. Maar aan de andere kant, dat de, uh, de, de roep om meer vrij geld, zal ik maar zeggen, echt wel groot is. En dan kan je wel zeggen: ja, maar dat is allemaal voor zwart geld. Wel, dat is niet zo. Er zijn mensen die gewoon zeggen: nee, ik wil dat eigenlijk mensen hier vrij kunnen kopen, vrij kunnen verteren. En uh, niet moeten letten op privacy of wat dan ook. En daar zijn veel use cases voor. En dat zal in de toekomst niet verbeteren. We zien wat er aankomt qua Europese wetgeving. Dus de lokroep uh, van Bitcoin en de, de nood aan Bitcoin, want Bitcoin is er voor iedereen, die gaat alleen maar sterker worden. Dus community, er is wel wat werk aan de winkel. En um, ja, kijk even zelf naar uzelf. En, uh, Kijk in de spiegel of dat jij daar iets voor zou kunnen doen of willen doen, en uh, anders doe je dat niet. En dan, uh, ja, dan blijf je gewoon uh, <laughs> doen wat je nu doet. En dat is dan ook goed voor mij. Ik, uh, ik doe mijn stuk door hier deze podcast te doen en nog andere zaken op de achtergrond. Maar verder ja, moet iedereen het ook maar zelf doen, want het is natuurlijk volontair. Mensen die zeggen, ja, ik denk graag over Bitcoin, maar verder ja, doe ik niet veel of voer ik helemaal geen klap uit, dat is ook prima. Want soms hebben zo'n mensen heel goede ideeën en dan komt daar ook weer iets uit. En andere mensen zijn heel actief, bijvoorbeeld mensen aan het onboarden en aan het helpen met het opzetten van hardware, wat ze noemen maar op. Dus we doen allemaal ons ding. Maar uh, ja, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat er een. Uh, ja toch een paar dingen inzaten die de mensen kunnen appreciëren. Ook altijd onze homepage even checken alles voor bitcoin.be. Ik heb daar recentelijk ook de, de standaard counter index ingezet. Dat is een index die we bijhouden met de krant de Standaard hun afraders. En wanneer die een aandeel of uh, bitcoin of wat dan ook afraden, uh, dan gaan we daar altijd een deeltje van het budget aankopen. Op het moment dat ze zulk artikel posten. En we gaan kijken waar dat uitkomt qua performantie. Ik kan het ook niet zeggen. Momenteel staat dat uh, goed in de winst. Uh, dat heeft een, op een hoogtepunt plus 19 gestaan in percenten. Nu staat het uh, deze week er rond de 4, dacht ik. Maar goed, we zien wel waar dat uitdraait uh, binnen uh, een jaar of zo. Dat zijn altijd leuke dingen om te zien of om bij te houden. En daar leren we allemaal uit. Uh, want het kan allemaal elke richting uitgaan dat je maar kan. Of uh, kunt dromen. Nu, er staan nog andere charts ook. En ja, er is ook een, uh, een pagina om meer informatie te krijgen. Onze top 10 van de uh, Bitcoin YouTube filmpjes staan er ook op. Onze donatiepagina staat daar. En nog veel, veel meer. Ik update die pagina regelmatig. Dus je kan er altijd eens een kijkje gaan nemen. Dat was hem voor vandaag. Bye bye.